Welkom bij de Spellerreporter. Mijn naam is David en ik ga een potje Pro Cycling Manager 2021 spelen. En in deze eerste video gaan we dus een nieuwe carrière beginnen. Daarvoor kies ik een single player en ik kan ervoor kiezen om een carrière te gaan beginnen met een heel team. Ik kan met één renner gaan beginnen of ik kan gewoon een losse race racen. Ik kan ook nog op de baan gaan spelen, maar ik ga gewoon een carrière spelen waarbij ik een heel team ga aansturen. Normaal zit er een database bij het spel, maar dat is niet een hele goede. Maar dan zitten er allemaal rare namen bij omdat ze sommige licenties niet hebben... En dus, dan kan je het beste even een database downloaden. Dat gaat via Steam heel makkelijk. Want in het spel kan je naar de Steam Workshop gaan. En daar kan je allemaal bestanden vinden die fans gemaakt hebben voor dit spel. Waaronder dus databases. Dus dat is ook de database waar we nu dan maar mee gaan spelen. En dan ziet er ook gelijk staan hier de echte namen. En vervolgens moeten we natuurlijk een team gaan kiezen waar we mee gaan racen. We kunnen een bestaand team kiezen. We kunnen een divisie lager of zelfs nog een divisie lager. Maar wat we ook kunnen doen is zelf een team maken. En dat ga ik nu doen. En we krijgen nu een team met een budget van 8 ton. Nou, dat lijkt me toch voldoende. En omdat ik nou eenmaal een Nederlander ben, stel ik voor dat we een team gaan maken met alleen maar Nederlanders. En we gaan dus gewoon eigenlijk een Nederlands elftal maken, het Oranje van het wielrennen. Dus ik ga de renners even sorteren op hun land. En dan kiezen we ervoor dat alleen maar renners tevoorschijn komen die uit Nederland komen. Nou, dan kunnen we nog even sorteren op average. En dat betekent de beste Nederlandse renner volgens dit spel, is natuurlijk Mathieu van der Poel. Nou, die willen we natuurlijk in mijn team hebben. Dus die is er nu bij. En zo zie je dat: hoe meer renners je gaat selecteren, hoe minder geld je natuurlijk overhoudt. Nou, Dylan van Groenewegen, Dylan van Baarden, Fabio Jacobsen, Balkenmolenbaas, Steven Kruijswerk, Tom Dumoulin, Wilco Kelderman, Wouter Poels, Kees Bol, Danny van Poppel, Ider Schelling, Mike Teunissen, David Dekker, Koen Bouwman, Sam Omen, Antoine Tolhoek, Arvid de Klein, Robert Geesink mag natuurlijk niet ontbreken. Sebastian Langeveld wil ik er graag bij hebben. Timmy Roosen mag mee, Boy van Poppel mag natuurlijk mee, Jos van Emden is altijd fijn. Nou, er wel 23 renners, we mogen er maximaal 32, dus we gaan nog even kijken wat we, of we alles wel hebben. Want dan selecteer ik ze even op klimmen. En dan kunnen we die meenemen om de grote mannen te ondersteunen in de bergetappes. Jets, bol. Even controleren of we de beste tijdrijders mee hebben. Nou, we kunnen meneer Van den Berg nog meenemen en Enzo Leinsen. En de beste sprinters hebben we op zich ook wel redelijk mee. Maar die moeten natuurlijk nog onze mannen gaan ondersteunen in de sprint. Pascal Eenhoorn is bijvoorbeeld erg groen overal. Dus die is ook sowieso goed om mee te nemen. Hier nog Joris Nieuwenhuizen is fijn om mee te hebben. We kunnen nog één renner meenemen. Welke zullen we eens doen? We doen die met het beste gemiddelde en dan de jongste, want we hebben er nog lang plezier aan. Olaf Kooi bijvoorbeeld. 32 renners, dus dat is goed. Wat een dreamteam is dit. Dan moeten we ze nog even een naam gaan geven en een shirtje uitzoeken. Amazon is natuurlijk wel cool, maar dat is Amerikaans en ik wil natuurlijk graag een Nederlands team hebben. Dus we gaan eens even kijken wat daarin te vinden is. En het eerste het Nederlandse team wat we tegenkomen is een oude bekende, de Rabobank. Nou, prima. Laten we doen dat de Rabobank weer terugkomt in het peloton, sterker dan ooit. Korte naam voor Rabobank is Rabo en de initialen zijn RAB. Dit wordt mijn team, hier gaan we het mee doen. En dit wordt geen filmpje om te laten zien hoe goed ik ben, maar ik ga het gewoon spelen en we zien wel hoe ver we komen. Maar met deze renners zouden we toch aardig wat etappetjes moeten kunnen winnen en misschien zelfs wel een ronde. In het spel kan je van alles doen met je renners. Je kan speciale trainingen volgen zodat ze op het juiste moment pieken in hun fitness. Ik uh, geloof dat dan wel. Ik doe het lekker allemaal automatisch. Ik wil gewoon lekker racen en verder me niet druk maken om allerlei van dat soort randzaken. Dus ik ga het lekker casual spelen en ik krijg gewoon met wat ik op dat moment ter beschikking heb. En de eerste race van het seizoen die we gaan rijden is de Santos Tour Down Under. En om te kijken welke renners ik mee ga nemen ga ik eerst even kijken hoe die race eruit ziet. Daarvoor ga ik even naar de briefing en klik ik op de ronde. Dan krijgen we het profiel te zien. Nou, plat op heuveltjes na, maar prima sprintetappen. Tweede etappe lijkt me ook een sprint te worden. De derde zit een lastig klimmetje vlak voor de finish. Dus dat kan leuk zijn voor een heuvelachtige renner of misschien wel zelfs een klimmer. Daarna weer een platte sprintetappe, nog een sprintetappe. En de laatste etappe heeft ook weer een listig klimmetje bergop. Oftewel, vier etappes van de zes zijn voor de sprinters. Dus we gaan natuurlijk sowieso een goede sprinter meenemen. Kijk, hier kan je ook allerlei dingen toewijzen aan de rijders. Maar daar bemoei ik me eigenlijk nooit zo mee. En welk materiaal je meeneemt, ik vind het allemaal wel best. We gaan gewoon lekker racen. Wie neem ik mee? Dit adviseert de computer. Maar die vind ik altijd uit. En ik ga voor de spelers die gewoon het fitst zijn op dit moment. En we gaan dus sowieso voor een sprinter. En de beste sprinter die lekker fit is. Is hier Fabio Jacobsen. Dus die moet sowieso mee. Natuurlijk moet hij even twee man hebben voor zijn treintje. Daarvoor nemen we gewoon de bovenste twee mee. Jetsable en Niels Eekhof. Daarnaast moeten we een renner hebben die een goede beklimming in de benen heeft om het eindklassement te winnen. Dus we gaan even kijken naar de heuvels. En dan het liefst binnen de 90%. Dan is Pascal 1 core de beste. Maar ik vind 73 nou niet echt super uitmuntend. Dus misschien neem ik nog even ietsje lager, toch maar iemand mee. Hier staan er de 2 op 86 procent of Wilco Kelderman die heeft 88 procent. Nou laten we die dan meenemen. Dus we gaan met Wilco Kelderman proberen het eindklassement te winnen. En met Fabio Jacobsen gaan we dan de andere vier etappes proberen te winnen. Ik heb nu vijf riders gekozen. Ik moet er 7 meenemen. Dus we moeten nog even ondersteuning meenemen voor Wilco Kelderman. Iemand die me een beetje bij kan staan in de heuvels. Daarvoor hadden we al Pascal Inghorn. Maar nog eentje kan natuurlijk nooit kwaad. Danny van Poppel zou kunnen en die kan er ook mee sprinten. Maar Danny van Poppel is natuurlijk niet echt een knecht. Dat is meer een sprinter voor een wat, misschien wat kleinere ronde. Ga ik toch even wat lager kijken. Nou, dan nemen we Joris Nieuwhuis mee, want die kan ook nog mooi ondersteunen in de sprint. En Antoine Tolhoek. Dat zijn de zeven renners waar we het een keertje mee gaan proberen. En we gaan maar gelijk los met de eerste etappe en gaan proberen de sprint te winnen met Fabio Jacobsen. En wat misschien leuk is om te proberen, is om gelijk met de eerste ontsnapping mee te zitten. En proberen als eerste boven te komen op het enige klimmetje van de dag, zodat we gelijk de bergtrui binnen hebben. Nou, daar staan we. En het is altijd een beetje een verrassing hoe je neergezet wordt in het peloton aan het begin van de etappe. Maar we zien hier dat er vier man vooraan staan, dus dat komt mooi uit. En aan het begin van de etappe zet ik iedereen altijd even dat hij een beetje vooraan gaat rijden in het peloton zodat als er een breukje komt in het peloton, bijvoorbeeld door een valpartij of een beklimming, je meer kans hebt dat je voorin blijft zitten. En we gaan nog gewoon eens even kijken wie er als eerste vandoor gaat en of we iemand mee kunnen sturen dus voor die eerste beklimming. Nou, daar gaat de eerste er vandoor. En dus zal een van deze vier mannen mee moeten gaan springen met die renner. Wilco Kelderman laten we niet meespringen, want dat is natuurlijk de kopman. En laten we beginnen met Eenghoorn en die gaat dus achter Jorgensen aanvliegen. En proberen mee te springen en hopen dat we weg mogen van het peloton. En dan kan ik mee gaan doen in de etappe. Dus ik ga er nu vandoor met één hoorn. En als je achter iemand aandemareert, kost dat minder energie dan als je zelf moet demareren. Dus dat scheelt weer. Ik wou net zeggen, zo te zien komen we redelijk weg. Maar er komt nog wat achteraan. We hebben een gaatje van ongeveer een half minuut naar het peloton. Als die ons laten gaan, komt nog iemand bij. Nog een Nederlander. Maar nee, het peloton laat het er in eerste instantie niet zo op zitten, lijkt het. Want we worden weer teruggegrepen. Maar we hebben nog energie over. Dus we gaan het gewoon nog een keer proberen. Kijk, daar gaat hij weer. Nou, ik spring er weer achteraan. Het kan best zijn dat ze mij niet weg willen laten gaan. Dat ze dus achter mij aan gaan rijden. Ik moet natuurlijk niet zelf op kop gaan rijden. Maar dat komt nog omdat ik iedereen heb gezegd een beetje naar voren te gaan rijden. Daar stoppen we nu niet mee. Maar wederom, we hebben een gaatje van 13, 16. Oh, het wordt wel meer. Wat doet het peloton? Nee, er komt toch nog een antwoord. Nog een paar renners die gaan oversteken. En de eerste ontsnapping is natuurlijk niet altijd gelijk de juiste. Het is wat dat betreft net echt heel rennen. Maar nu lijkt het peloton het te laten gaan. Wordt niet meer heel hard gereden. We hebben inmiddels een half minuutje te pakken. Dus ik denk zomaar eens dat we in de juiste ontsnapping zitten. 40 seconden. Nou, die ontsnapping als er we vandoor. We zitten op een minuut. We zijn good to go. En dan gaan we eens even kijken of we als eerste boven kunnen komen op dat klimmetje van de tweede categorie. Daar zijn 10 punten op te halen voor de winnaar. Nog 2,5 kilometer naar het klimmetje. We zitten nog in een kleine afdaling daarvoor. Daar in de verte zien we de klim beginnen. En de vraag is even hoe lang ik voorop blijf durven te rijden voordat de rest. Ach, we gaan gewoon bam. We gaan er nu al vandoor en dan hopen dat we een mooie sprint kunnen trekken tot aan de streep. Nog een half kilometer. Oh, daar gaat hij er overheen. Ai, ai, ai. Nou, missie mislukt. We hebben dus niet de bergtruit te pakken. Helaas, er waren er meer die dat graag wouden. Dus dat plannetje is alvast mislukt. Nou, dan maakt het voor mij eigenlijk verder niet meer uit wat er nu gebeurt met de koploop. Want ik zat puur mee om die bergtruit te pakken. Met z'n drietjes gaan we heus niet voorop blijven. Dus we gaan gewoon eens even kijken wat er straks gaat gebeuren bij de finish. En we gaan proberen natuurlijk om dan de sprint te winnen met Fabio Jacobsen. Nog 10 kilometer te gaan. Het peloton is weer compleet. De koplopers zijn zoals verwacht ingelopen. En we gaan even ons treintje vormen. Daarvoor schrijf ik Jacobsen op de naam van Eekhoff. En dat betekent dat hij achter Eekhoff aan gaat fietsen. Dus hij gaat proberen zijn wiel te blijven. En dan moeten we met Eekhoff dus eigenlijk de sprint aangaan. En dan Jakobsen op ongeveer 800 meter voor de finish laten we die uit zijn wiel wegspringen. En dan hopen dat dat voldoende is natuurlijk. Eekhoff mag dan weer achter Bol aan fietsen. En Bol fietst achter Nieuwenhuis aan. Dat is hoe we het gaan doen. En dan gaan we Nieuwenhuis alvast een beetje naar voren sturen. Klaar om straks kopwerk te gaan doen en de trein aan te voeren. Je ziet nu dus dat de renners achter elkaar gaan fietsen in de volgorde die ik hier heb aangegeven. Moet meneer Nieuwenhuis wel even een stukje naar voren gaan rijden. Dus we zetten hem op inspanning op 90%. En dan hoop ik dat ik niet te laat ben begonnen eigenlijk. Nee, hier kan hij er nog mooi langs. Ga maar ietsje harder. Want nog maar 5 kilometer te gaan. En daar is de trein aan de kop van het peloton gearriveerd. En met nog 4 kilometer te gaan. laten we Jetse Bollet overnemen. Hoop ik dat hij er langs komt. We zitten een beetje ingesloten. We moeten even eruit. Maar ja, daarmee kunnen we ook zelf andere treintjes afsnijden, natuurlijk. Maar daar gaan we nog 2,5 kilometer. Het gaat nog 2 kilometer. Oh, dit gaat niet goed. Ik zit ingesloten. Dus we gaan nu met Ekoff de sprint aan. En dan moeten we straks met Jacobsen proberen uit het wiel te komen. En Ekoff wil wel sprinten, maar die zit daar opgesloten. Oh, we worden helemaal ingesloten. Dit gaat niet goed. Nou, volle sprint met Jacobsen. Nee, we, zitten, we zaten ingesloten. We kwamen niet weg. Hele slechte sprint. Slecht begin van de Rabobank in het wielerpeloton. Komt Jacobsen misschien nog wel voorbij? Nee. Zelfs de lead-out is nog eerder over de finish gekomen dan de sprint er zelf. Helaas, het is wat het is. Het is natuurlijk even wennen. Eerste ronde in een nieuw team. Ik ben iets te laat naar voren gegaan. En ik zat gewoon klem. En ik kwam er niet uit. En dan houdt het op in een sprint. Oftewel, geen bergtrui en ook geen algemeen klassement. Geen etappe-overwinning, helemaal niks. Een beschamende negende en tiende plaats. De tweede etappe gaat wederom een sprintetappe worden. Jacobsen inmiddels in de top drie van favorieten. Vorige keer was hij nog een vierde, geloof ik. Ik ga dit keer maar niet mee in de ontsnapping. Maar gaan we proberen volle bak te rijden voor Fabio Jacobsen. Het was inderdaad een etappe uit het boekje met een kopgroep die niet weg is gekomen en nu weer gepakt is. En we gaan op de finish af met het volledige peloton. En dit keer gaan we de boel maar even iets eerder organiseren. Kees Bol mag de dans beginnen en die gaat dus naar voren rijden van het peloton. En hopelijk neemt hij dan de rest achter zich mee in het wiel. En gaan we aan voor een mooie sprint en gaan we eens kijken of we dit keer wel met Jacobs als eerste over de finish kunnen komen. Bol lijkt nu het peloton, zitten er twee renners tussen en daarna komt de rest van ons treintje. Die gaan nu de oversprong maken. Even een ander camera standpunt en dan zien we mooi het treintje op kop van het peloton. En met nog 6 kilometer te gaan, gaan we over naar meneer Enkhorn. En misschien is het trouwens ook wel handig om straks een energiegelletje te geven. Dat wil misschien ook nog wel eens helpen. We kunnen dus zelf ook proberen een beetje uit de buurt te blijven van andere renners door naar links en naar rechts te sturen. Nu gaat het wel heel hard, misschien een beetje te hard. Eens kijken wat een Nieuwe Huis daaraan kan doen. Dus we gaan er nu wel heel hard vandoor. Links hebben we Ewan en Cavendish. Daar zitten we nog redelijk voor. En nu moet Jacobsen er volle bak overheen. En dat gaat hem weer niet worden. Wat een ellende. Nou, we zijn nog 50 geworden. Buiten beeld, excuses daarvoor. En wederom wordt de lead-outman eerder over de finish dan Pascal Jacobsen. Maar in plaats van 9 en 10 zijn we nu al 3 en 5. Dus we hebben eigenlijk ons eerste podium in een etappe te pakken. Niet dat de nummer 3 op het podium komt bij een gewone etappe. Maar goed, we hebben de top 3 gehaald. Met de verkeerde man eigenlijk, want dat had natuurlijk Fabio Jacobsen moeten zijn. Maar er zit verbetering in, dus langzaam maar zeker komen we steeds dichter bij onze eerste overwinning. De volgende etappe heeft dan een klimmetje vlak voor de finish. Dus ik denk dat we daar eens even gaan kijken of we Kelderman in een goede positie kunnen brengen om het eindklassement te winnen. Maar heel misschien kan Jacobsen wel gewoon mee in zijn wiel. Ik weet niet hoe stel die beklimming is. En kunnen we eens kijken of we daar nog wat mee kunnen. In de vorige beklimmingen in deze tour konden er 10 punten gehaald worden op de beklimming bij deze 16 punten. Dus die klim is wel iets zwaarder. En ik vermoed dat we Jacobsen niet mee kunnen krijgen deze heuvel of deze berg op. Dus we gaan echt proberen om eens even te kijken of we met Wilco Kelderman een gaatje kunnen gaan slaan. Ik ga wederom niet mee in de etappe, maar me volledig focussen op onze kopman Wilco Kelderman. Nou, we gaan bijna aan de sprint beginnen. En wederom maak ik maar weer een treintje. Nieuwe huis voorop. Pol mag ermee stoppen. En dan hebben we eenkoorn, tolhoek en kelderman die dan als laatste moeten. En ik wil eigenlijk proberen om met kelderman weg te springen op de, sp op de top. Misschien heeft Peter dan een gaat voor de puntjes. Maar ondertussen gaan we dan er vandoor en kijken of we in de afdaling heel hard naar beneden kunnen crossen. Om er zo vandoor te gaan. De klim is begonnen. We hebben gelijk een aanvaller. Chavez kunnen we op zich laten lopen. Maar het is maar een kort klimmetje. Dus we moeten eigenlijk gewoon volle bak gaan. Dus ik laat eenkoorn meespringen. En als het goed is springen de andere twee dan ook mee. Want die volgen we nou eenmaal. Ja, daar gaat hij. Eén koor springt mee. Tolhoek en Kelderman volgen. Nog één kilometer. Nou mag Tolhoek volle bak op kop gaan rijden. Dan gaan we kijken of Kelderman daar nog wat mee kan gaan doen. Daar gaat Tolhoek. Kijk hem gaan. Komt er bijna bij, maar nog niet helemaal. Ja, daar gaat hij. We zijn bijna boven. Nog 200 meter, nu gaan we er vandoor met Kelderman. Tolhoek als eerste boven. En nou moet de rest even de benen stilhouden. Oh, dat gaat niet goed. Kom op, knallen. Ja, ijs weg. Inspanning, maximale effort. Nog 5 kilometer, tijd voor wat energie. Wat gebeurt erachter? achter? Probeert nog iemand naar mij toe te springen. Fingergaard. Ja, dat gaatje is te verwaarlozen. Maar toch? Peloton wel in stukjes: want Peloton bestaat nog maar uit 22 man. Oh, en daar komt iemand heel hard aanvassen. Carapaz. Ja, die kan natuurlijk wel fietsen. Nog één kilometer. Gaan we het dan toch halen? Gaan we het halen. Sprinten, 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 sprinten. Ja, ja, ja. Nee. Oeh. Bah. Net niet. Sagan wint de etappe. Oei. daar zaten we toch even vlakbij. Onze eerste overwinning voor de Rabobank. Maar het is niet gelukt. We hebben wel een gaatje geslagen. Ja. Net niet. Net, net, net niet. Het idee was goed, bleek maar weer. Oeh. En helaas, net geen eerste. Geen schande om van Sagan te verliezen. Maar we zaten er zo dichtbij. Wat was het jammer. Daar is die Sagan. Wilco Kelderman netjes in dezelfde tijd. Wat doet dat voor het algemene klassement? Daar staan we nu tweede. Ook achter Sagan. Het pas gewoon één koor staat zelfs nog mooi op een vierde plek. Dus twee renners in de top 4. Maar ja, de bedoeling is natuurlijk nog wel dat we met Wilco Kelderman ergens een gaatje gaan pakken op Sagan. Maar dat zal dan moeten wachten tot een latere etappe waar nog één heuveltje in zat. Daar finist je een beetje berg op. Kijken of we dan wat kunnen. We hebben wel de bergtrui gewonnen met Antoine Tolhoek. Die kwam als eerste boven. Dus eigenlijk vlak voor Kelderman. De puntentrui is nog steeds voor. Caleb Ewan, waar heel grappig Niels Eekhoff vierde staat. Terwijl dat natuurlijk Fabio Jacobs had moeten zijn. Maar ja, die komt er in de sprinten nog niet echt aan toe. En met één koor staan we ook nog eens tweede in het jongere klassement. Hoe staan we in het teamklassement ervoor? Nou, gedeeld eerste met vier teams in totaal. Dat betekent dat we op de helft zijn van de Tour Down Under. Succesvol nog niet echt. Zeker in de sprints moeten we nog even flink eraan gaan werken. Maar op zich, algemeen klassement, wil natuurlijk gaan winnen. Een tweede plek is ook niet heel slecht. Sterker nog, we staan tweede en vierde. Maar ik heb wel Wilco Kelderman meegenomen. Juist om het eindklassement te gaan winnen. Volgende twee etappes zijn weer helemaal plat voor Fabio Jacobsen. Maar in die laatste etappe gaan we toch echt proberen om met Wilco Kelderman. Of hier al weg te gaan springen. En anders op de beklimming. We moeten in ieder geval proberen Stagant op een gaatje te rijden. Zodat wij de overwinning gaan pakken. En we gaan de volgende keer kijken of dat gaat lukken. Mijn naam is David. Bedankt voor het kijken. En graag tot de volgende keer.